Wij zijn hier op de toekomst voor de laatste training voor de klassieker Feyenoord tegen Ajax. En zoals gebruikelijk is er een open training. Laten we kijken of onze boys er klaar voor zijn. Het is heel vriesend. Boe. Maar toch sta je hier op een zaterdagochtend voor je clubje. Zeker weten, daar sta je altijd voor. De mooiste wedstrijd van het jaar. Meer dan 100 jaar, het is echt... En het is gewoon een mooie wedstrijd. En iedereen houdt ervan. Alle fans, vuurwerk, alles. Gewoon de strijd tussen Feyenoord en Ajax. Eén keer per jaar hier, dat is geweldig. Het is de enige wedstrijd in dit land eigenlijk, toch? Je draait alles om. En die kleine is vandaag voor het eerst mee naar hier. Dus ja, belangrijke dag morgen, toch? Hey, heb je een beetje zin in? Ja. Ja? En wie gaat er winnen morgen? Ik denk Ajax. Ajax. Wat maakt de klassieker zo'n bijzondere wedstrijd? Ja, de sfeer sowieso al en de entourage natuurlijk eromheen. De extra spanning die erop zit, ook dat je wil winnen van Rotterdam, dat maakt het wel bijzonder. Het is de rivaliteit, er is maar één wedstrijd voor mij in het jaar. Maakt niet uit, finale, Champions League of wat dan ook. Tuurlijk is dat belangrijk, maar ja, Ajax Feyenoord, Feyenoord Ajax, dat is gewoon een wedstrijd op zich. En die moet gewoon of 3 punten hier of 3 punten meenemen. Punt uit. Voorspelling voor morgen? 2-1. Voor Ajax? Ja, voor Ajax. 2-3 voor Ajax. 0-2. 0-3. Denk je dat het 2-0 voor Ajax wordt? Ajax. En met hoeveel? 2-1. Ik zeg, ze komen 1-0 voor, maar daarna is het 1-4 afgelopen. 2-0 voor ons. 3-0 voor ons. 1-2 voor Ajax. Ik vind zijn voorspelling het leukste. 3-0 voor ons. Hendrik Berghuis. 2-1. En wie gaat de winnende goal maken? Each.
De boys zijn klaar voor de klassieker. De fans zijn er overduidelijk klaar voor. Wij hebben jullie steun hard nodig morgen. Want dit is mijn club.